Op het Stedelijk Gymnasium in Breda vond deze week de scholieren debatwedstrijd plaats. De deelnemende scholen Nassau, Nieuwman College, Markenhagen en het Stedelijk Gymnasium gingen met elkaar in debat in teams van 4 à 5 leerlingen. Je hebt net meegedaan aan het debat. Ja, hoe ging het? Ja, bij ons ging het best wel goed. Ik had wel het idee dat wij de tegenstander toch hebben verslagen. Ik hoop het dat we winnen. Ja, het ging best wel lekker. Ja. Onze tegenstander was ook wel lekker fel. En, ja. het was een vloeiend debat. Het ging hard op hard. Ja, het is wel moeilijk om dan. Het was het eerste debat van de dag, zeg maar. En dat is wel altijd. Je moet erin komen. En dat, ja, dat was nog wel even spannend. Maar op het einde zit je van. Oh, was dit het alweer? Dus dat gaat uiteindelijk wel snel. Je weet nooit hoe het gaat bij een debat. Maar je voelt dat je sterke punten maakt. Maar je weet nooit hoe het gaat. Dus je probeert de jury in de gaten te houden. Maar die geven vaak ook niks weg. En, ik vind het. Een debat gaat altijd leuk. En of we gewonnen hebben. Dat zien we nog wel. Nou, oké, hoe voelt het om tegen een stelling te zijn waar je eigenlijk voor bent? Ja, dat gaat dan heel erg tegen jouw eigen gevoel en intuïtie in. Want dan ben je tegen iets wat je eigenlijk zelf heel erg promoveert. En heel erg graag hebt van, ja, dat wil ik. En dat kan dan niet. En dat is het moeilijke ervan. Ja, ik heb vooral het gevoel dat het vaak ook misschien zelfs nog net een beetje acteerwerk is om degene te overtuigen. Ja, zeker. En je hebt ook mensen die on the spot met hele leuke humor komen. Zoals komkommers en condooms en nou ja, ik noem maar wat. Maar dat werd net gezegd. Ja, dat is gewoon een heel leuk moment. En daar genieten de debaters evenveel van als het publiek en acteerwerk komt. Ja, heel erg van pas als debater. Ja, zijn jullie ook echt voorstanders van het debatteren van in de klas? Ja, zeker. Ik denk dat debatteren zeer belangrijk is. Want je leert ook zeg maar je eigen mening te verwoorden. Dus ik denk dat eigenlijk iedereen aan debatteren zou moeten doen. Want het is en heel leuk en je bent gewoon gezellig bezig met z'n allen. En je leert daar ook nog van.